Hoi, hoi, goeiemorgen op deze tropische donderdag. Het is weer tijd voor onze donderdag live. En ik ben Diane Vottelo, onafhankelijk stempin-up demonstratrice in het mooie Gorinchem. En voor vandaag konden jullie kiezen tussen sparkling snowflakes of cheerful daisies. En het is luid en duidelijk de cheerful daisies geworden. Bij de cheerful daisies is een bijpassende stanzenset. Hier is een pons bij, een tech topper pons, maar die heb ik niet, dus die kan ik niet laten zien. Dus laten we snel aan de slag gaan. Dit is de kaart die we niet gaan maken. Deze komt komende week wat uitgebreider op Facebook te staan, zodat jullie hem goed kunnen bekijken. En dit is de kaart die we wel gaan maken. Met de Cheerful Daisies en een techniek met de witte inkt. Ik hoop dat jullie het leuk gaan vinden. Hi Nelly, goedemorgen. Wat hebben we nodig? Even kijken, even alles aan de kant leggen hoor. Wat ik al gedaan heb. Dit is de basiskaart. Die is in de kleur copper clay. En die heb ik gesneden op 14,5 bij 21. En die ga ik rillen op 10,5. Dan heb ik wat restjes wit om op te stempelen en een oplegkaart, ook in de kleur copperclay. En die is 10 bij 14. En daar ga ik mee beginnen, want we beginnen eerst met deze techniek. Ik wil even vragen, hebben jullie last van het geluid van mijn ventilator? Ik heb de ventilator hier naast me aanstaan. En het is hier alweer 24,5 graden boven. En ik kan zeggen dat ik dat niet prettig vind. Maar goed, we mogen er dan weer niet over klagen natuurlijk. Want nu schijnt de zon. Goedemorgen Mary. Goed, wat ga ik doen? Ik heb dit stempeltje met die bloemetjes. En die ga ik stempelen met de witte inkt. Op deze copper clay versie. En dan ga ik weer willekeurig erop stempelen. Dus zo maak ik de achtergrond. En nu moet het dus even drogen. Ik had dat eigenlijk willen voorbereiden, maar ja, geheugen, hè? Weer vergeten. Ik had dat eigenlijk gisteren willen doen, maar ja, niet gelukt. Dus we moeten heel even wachten tot hij wat aangedroogd is. In de tussentijd ga ik eventjes mijn stempeltje schoonmaken van die inkt. Ik haal die witte inkt er eerst af met een babydoekje voor ik hem gewoon schoonmaak. Zo. Want dat spul, ja, het is pigmentinkt en dat is er gewoon slecht af te krijgen. Ja, dat kan ook Nelly. Ja, zonder die ventilator daar red ik het. Ja, kan ik het natuurlijk heus wel even redden tijdens het filmen als het nodig is. Zo, want ik heb die zo weer nodig om op de kaart nog een keer te gebruiken. Zo. Even kijken hoor. Ik moet mijn witte inkt nog vullen. Ja, Mary. Ja, ja. Oh, je had er twee besteld. Aha. Nou, ik heb er eentje. En ik moet zeggen, ik heb hem toen een keer gevuld. En tot nog toe blijft hij het goed doen. Dus ik ben er heel blij mee. Het is nog niet helemaal droog. Ik zal even wapperen voor de ventilator. Misschien helpt dat. Je weet maar nooit, hè? Zo. Ik kan natuurlijk ook de heat tool pakken, maar ja, dat is weer warm, hè? Dat is natuurlijk niet de bedoeling. Nou, ik denk dat het zo wel gaat. Dan pak ik de pumpkin pie inkt. En ga ik eigenlijk dit stempeltje gewoon nog een keer stempelen. Maar dan net iets
ernaast. Naast dat witte. En dan krijg je dus een beetje een soort schaduwtechniek idee. Alsof er zo hier net schaduw langs, wat ik er al gestempeld had, loopt. Dus net iets daarnaast. Nou mag je een keer zomaar ernaast stempelen. Ha! Oh, ik snap het, Mary. En ik vond dit wel een erg leuk effect geven. Wat vinden jullie ervan? Je kan hem natuurlijk ook gewoon wit laten, hè? Als je dat leuk vindt. Maar ik vond dit wel een erg leuk effect geven. Zo. Nou. Dan gaan we dit weer even laten drogen. En ga ik de bloemetjes stempelen. En die stempel ik eerst met de dichte versie. Nee, eerst met de lijnversie. Waar is die? Daar. Zo. Ik moet altijd even denken hoe ik dat ook weer doe. Nee, dit is makkelijker. Ja, het geeft echt een... Ik vind het ook echt een leuk effect geven. Nee, ik wil hem volle sterkte. Vandaag. Zo. En dan de lijn eromheen. Zo leuke stempel ook, hè, die daisies. Dan hebben we deze nog. De kleinere daisy. Ik zal die eens gelijk op zijn plek doen. Die stempel ik met geel. En dit is de kleur Daffodil Delight. Hier moet ik eventjes wat beter voor kijken. Yep, ook gelukt. Yes. En de laatste heb ik gestempeld in White Wild Wheat. En dat is de halve bloem. Zo. Ook weer een lijntje omheen. Voilà. En dan als laatste. Nou, niet helemaal als laatste. Maar bijna als laatste. Ga ik met copperclay de binnenkant stempelen. Van de bloem. Oh, iets gaat er niet goed. Ja, ik ben er weer, hè, gelukkig. Mijn telefoon en de camera hebben dus blijkbaar ook last van de warmte. Hi Adrie, goedemorgen. Zo, nou, dat komt allemaal niet zo nauw, hè. De hartjes. En hier een hartje op. Zo. En dan kunnen deze uitgestanst worden. Nou, dat had ik dus wel voorbereid. Dus hier zijn ze. De uitgestanste versies van de bloemen. Zo. Dan alleen nog de tekst even stempelen. En dat is Wishing You the Brightest Birthday. En die ja, ik viel inderdaad weggeven. Ik zei al, ik zeg mijn apparatuur heeft ook last van de warmte, denk ik. Niet alleen ik, maar ook mijn apparatuur. Zo. De tekst, wishing you the brightest birthday. Birthday. Heb je nog steeds zwart beeld? Nou, ja, hier doet hij het weer hoor. Misschien even overnieuw erin gaan. Hé, gelukkig Adrie. Computers, het weet allemaal wat. Ik ga hier een labeltje van maken. Door in het midden een knipje te geven en dan van de uiteinden
daar naartoe te werken. Dus in het midden een knipje, zo'n klein stukje. En dan van de puntjes naar het midden. En dan heb je zo een leuk vlaggetje, zal ik maar zeggen. Goed. Nou, deze is ondertussen wel genoeg droog en die plak ik op de basiskaart. Je ziet dat ik eerst een ander idee had, maar ik dacht, nou, dat karton kan ik ook de achterkant gewoon nog gebruiken. Dus gewoon hergebruiken. Daar zie je namelijk niks meer van als die vastgeplakt zit. Zo, even goed vastwrijven. En dan ga ik die bloemetjes erop positioneren, zo gezegd. Ik zal ze deze keer een beetje oprollen. Zo. Deze, die komt hier een beetje onder zo. Ik doe hier een dikketje achter. Ja, een dimensionaltje. Is zo wel leuk, maar ja, daar moet natuurlijk even een tekst bij. Nou, dat moet niet, maar vond ik het wel afmaken. Dus wishing you the brightest birthday. Die komt er nog bij. En daar gaan een paar dimensionals onder. Zo. Zo. En zo is de kaart van vandaag klaar. Ik hoop dat jullie het een leuk techniekje vinden met dat witte inkt. Ik zal van de week ook nog een ander morgenmiddag doe ik mee met de Insta op. En dan laat ik nog een ander techniekje zien met de witte inkt. En leuk. Dat is voor nu. Dan willen jullie natuurlijk graag weten welke stempels jullie voor volgende keer weer uit kunnen kiezen. En dat worden deze twee. De Textured Timber of de Ronde Dans. Ik ben heel benieuwd waar jullie voor kiezen. Dus om 10:00 komt een foto van deze twee op de Facebookpagina. En kan je daaronder aangeven welke jouw voorkeur heeft. En om 11:00 komt de foto ook op Instagram. En dan kan je ook daar aangeven wat je voorkeur is. Mijn stapeltje valt naar beneden. Jammer, hè? Ik doe vanaf maandag mee met een Facebook-groep. Met onze Dream Girls and Friends. En die Facebook-groep die is op 1 juli. En daarna elke woensdag en zaterdag. En dat heet Christmas in July. Dus jullie mogen raden wat voor kaarten jullie gaan zien. En dan ga ik jullie daar inspiratie voor kerstkaarten alvast laten zien. Ik ben heel benieuwd of jullie allemaal komen kijken. Goed, verder heb ik eigenlijk niet veel te vertellen, denk ik. Ik ga maandag beginnen met de pakketjes voor de Stempelclub te maken. Stempelclub zit vol deze keer. Dus je kunt je niet meer opgeven, helaas. En zo ook de workshop. Allebei zijn vol. Dan is op 3 juli, vanaf 3 juli kun je, als je dan een bestelling doet van €60, krijg je een tegoedcode, een kortingscode, ik moet het goed zeggen,
van 6 euro die je in augustus dan weer kunt gebruiken. Dus dat is ook heel leuk. En dan kan je ze allemaal tegelijk inleveren. Ik zit te denken of ik niet nog iets vergeet. Ik heb zo'n gevoel dat ik iets vergeet, maar ik weet even niet wat. Nou ja, als het belangrijk is, horen jullie het nog wel. Ik ga zo lekker beneden mijn computerwerk doen, want donderdag is altijd mijn computerdag. Dan ga ik heel veel social media allemaal voorbereiden voor een hele week. En dan ga ik nou lekker beneden bij de airco doen, want dat is prettiger dan hierboven waar het ondertussen 25 graden is geworden. Ja. Hello Dimity, hello. I'm gonna quit right now. You're just a little bit late, but you can watch again the replay in a few minutes. Nou, dank jullie wel voor het kijken en tot de volgende keer. Doei doei!